Welkom bij het herdenkingsmonument. Het monument verbeeldt de stad Alkmaar. De stad Alkmaar die treurt om haar gevallen burgers. Een bijzonder welkom aan mevrouw van Hardeveld van Doorn. Ik kan het niet beter vertellen dan de Alkmaarse Courant vandaag verwoord. Op zekere dag kreeg de vader van mevrouw van Hardeveld van Doorn een verzetsman aan de deur. Hij kwam uit Haarlem. En hij zegt tegen mijn vader van, ik word gezocht en ik heb jouw adres opgekregen, want jij weet wel waar ik onder moet duiken. En ik kan ook nog iemand aanwijzen die de boel verraadt. Dus dan moeten we daar ook naartoe. Maar hij had een afspraak met twee andere verzetstrijders. En die komen aan, wat is hier aan de hand? Nou, mijn vader zegt zo en zo. Ja, Aad, ben je nou helemaal? Dat klopt niet hoor. Laat maar, dat zit wel goed. Maar die twee verzetstrijders dachten, dat klopt hier iets niet. Dat kan niet. Een verzetstrijder geeft niet een adres van een ander op. Dat kan niet. Ik heb de oorlog, ik was 10 tot 14, dus ik heb hem heel bewust meegemaakt. Alleen maar narigheid, honger, kou. Ik heb echt honger gehad. Ik heb echt met mijn moeder langs de boerderij gelopen van, al heeft hij maar een aardappel en een wortel, dan hebben we weer soep vanavond. De Emmenbrug was en de Heilowenbrug, die hadden allemaal grote betonblokken. En daar kon je dan met de fiets door, misschien met de auto, maar dat was allemaal met betonblokken allemaal afgezet. Nou ja, de Alkmaarderhout mocht je niet in. Ik heb gezien op de Kennemerpark woonde een Joodse familie en die woonden op het Kennemerpark, maar die kinderen speelden op de brug, een jongen en een meisje met de Jodenster. Want ze mochten in het park niet spelen, terwijl hun huis in het park stond. Dat zijn allemaal ja, dingen die je nooit vergeet. En je had natuurlijk, alle scholen waren bezet. En je had op de Albertus Jongenschool, nou, je zat vol met Duitsers. Schaapmanplein had je marine kazernes vol met Alkmaar was toen een militaire stad. Ieder openbaar gebouw, wat je ook opnoemde, zat vol met Duitsers. Het weeshuis op de hoek van bij de Heilowenbrug, dat later de Kamer van Koophandel werd, dat was het burgerweeshuis, vol met Duitsers. Op de Kennemerstraatweg, wat nu een bejaardenhuis is, zat vol met Duitsers. Willy Broer was marinelazaret. Ja, dit is. Ik moet er nog een hebben dat hij bij Westerlicht op de trap zit met een sigaret in zijn hand. En ik moet hem nog hebben dat hij in een kostuum loopt, want mijn vader was nogal van. Dit is dus op het ogenblik de enige foto die ik nu kan vinden. Hij was elektrotechnicus, dus hij deed, dat weet ik nog als kind zijnde, dat hij toen al zelf zijn eigen radiootjes bouwde. En dan had je die Mexicaanse hond, hebben ze het over. Nou, ik kan het me helemaal voorstellen, want dat weet ik nog. Dus hij bouwde dus bij een broer van hem weer ergens in een luik onder de grond. Had hij daar toestelletjes. En daar zal hij wel mee gezeind hebben, dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar dat heb ik dan weer van nichtjes gehoord. Ja, jouw vader kwam bij ons en dan dook hij in dat luik. En dan was hij daar met Radio Oranje bezig. En dan ging dat luik weer dicht en het kleed ging weer over de vloer en de tafel ging weer in. En dan was het weer helemaal weg. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland. Op 1500 meter
en in de 41, 31, 25, goedemiddag, 19 en luisteraars in Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Het verheugt mij bijzonder dat dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio. Hij had lef. Hij durfde wat en wat. Hij nam een beetje te grote risico's. En meneer Wildeboer, die vertelde later tegen mij van, als het, ze werden te, op een gegeven moment te roekeloos. Ze deden te veel. Hij deed overvallen, in bonkaarten overvallen. En hij was een durfaal. En op een gegeven moment worden ze te roekeloos. En dan werden ze door de ondergrondse voor een paar maanden naar Groningen of naar Friesland gestuurd om een beetje te bedaren. Maar het was het eind van de oorlog en er waren er al zoveel opgepakt en ondergedoken. Ze hadden gebrek aan mensen met lef. Dus ze hebben hem gehouden. Ja, en het is er dood geworden. Dus mijn vader loopt met die landwachter naar de Laat. Nou, en dan had je Café de Ruiter. En daar, want daar zat iemand die de boel zou verraden. En die zou die landwachter aan mijn vader aanwijzen. Maar die twee verzetstrijders, die waren achter hun aangelopen. Want die vertrouwden het niet. En toen had je de Laatkerk nog. En die was in de oorlog dag en nacht open. En die gingen in de portiek staan van die kerk. En die hebben afgewacht tot mijn vader met die man weer naar buiten kwam. En die kwamen naar buiten en die zijn toen via de Laat naar de Kennemerbrug. Want, had hij gezegd, op Varnebroek, dan zit die man vast op Varnebroek. Dus mijn vader loopt met die man mee naar Varnebroek. En ze lopen op de Heiloerbrug. En die landwachter die trekt zijn pistool en die schiet mijn vader neer. En die twee verzetstrijders, die schieten die landwachten neer. Want ja, wat had mijn vader verteld? De dood van landwachter Meijer was de directe aanleiding voor de fusillade van de vijf mannen. Een maand later werd Van Doorn zelf, toen 37 jaar oud, door de bezetter geëxecuteerd in Wormerveer. Want mijn vader werd eigenlijk hier praktisch nooit genoemd. En dat vond ik niet eerlijk. En daar had ik het een paar jaar eerder alles over gehad met een journalist. Maar er is toen niets uitgekomen. En nou stond er weer een hele dubbele pagina over de Wilhelminalaan. En toen dacht ik, potverdorie, dan wordt mijn vader weer niet genoemd. Dus toen heb ik de krant gebeld, Alkmaars Courant gebeld. En toen zei ik, ja, jullie schrijven hele stukken over de Wilhelminalaan en over die landwachter. Maar waarom werd die landwachter neergeschoten? Hoe kwam dat? Ja, dat wisten ze niet. Ik zei nee. Ik zei, maar ik weet het wel. Vandaag dus, precies 70 jaar geleden, werden hier vijf verzetsmensen gefusilleerd. Het was een druilerige vrijdagmiddag. En op dit tijdstip kwamen daar op de hoek Julianalaan een Duits transport met hoge snelheid de hoek op. Het transport stopte bij het eerste zijpaardje hier. Vijf meegevoerde gevangenen uit de Weteringschansgevangenis werden uit de wagens gehaald en op een rij gezet. Het vuurpeloton trad aan. Pieter Boy, Arie Kaptein, Marinus Post, Pieter van Velzen en Frans van der Zijden lieten hier hun leven.